Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ben ik in de studio en ik heb twee interessante gasten. Namelijk twee heren van de Lions die zich inzetten voor de gemeenschap. En daarom gaan we vandaag met ze praten over een Health Awareness Day die op 30 november gehouden zal worden. Maar u weet het, voordat we dat doen gaan we altijd kennis maken met de heren. We willen weten met wie we praten en daarom gaan we hier beginnen. U bent? Ik ben Ruud Sangali. En wat doet meneer Sangali in het dagelijks leven? Wel, ik ben thans gepensioneerd. Van Telezuur. Oké. Okay. Ja. Oh, van Telezuur. Ja, oud collega. Ja. Ja? En wat doet u dan nu? Zit u in een hobbelstoel thuis? Nee. Je weet zelfs, als je gepensioneerd bent, als je hobby's hebt en als je andere bezigheden hebt, is het soms drukker dan als je het aan het werk was. En want dan ga je niet je handen niet schenken aan je hobby's, niet te veel. Mm-hmm. Natuurlijk doe je aan je hobby, maar niet echt, want je hebt verplichtingen aan het werk. Maar wat voor hobby heeft u? Wat is uw hobby echt? Ik heb verschillende hobby's. Pardon? Ja? Ik heb verschillende hobby's. De zangvogel. Oh, oké. Okay. Ja. U bent iemand die vroeg 's morgens opstaat en die vogels zet en naar ze luistert. Ja. Nou, en wat doet dat met u? Het geeft je een goed gevoel. Ik zie u lachen zo, oké, inderdaad. Ja. En daarnaast bent u bezig, want u bent Lion, allang? Ja, ik ben al iets meer dan ongeveer 15 jaar. Vijftien jaar Lion, oké, dan gaan we naar de andere gast. Ja, dat is Prim Ramotar. Ah. Nou, fellow van Lions Club Parwani. Mm-hmm. En Lions Club Parwani, dat staat voor Paramaribo Wanika. Okay. En zoals u zei, sociaal werk als Lion doen we dat. Mm-hmm. En in dat verband zijn we hier om voor een en ander te praten. Oké, maar meneer Ramotar, wat doet u in het dagelijks leven? Nou, in het dagelijks leven, ja, ik ben ook al gepensioneerd. Ook al? Ja, zo. Zit al zeker 10 jaar. Pensioen. Zo wil ik eruit zien als ik met pensioen dankjewel, ga. Dankjewel. Uh-huh. 25 jaar lang heb ik voor de klas gestaan. Dus van huis uit als leerkracht begonnen. Yeah. En na mijn 50ste ben ik gestart met de onderneming. En een heel goede onderneming in de samenleving. Okay. Die niet meer weg te denken is. Okay. Het is namelijk Iromar NV. Uh-huh. En waar zijn we mee bezig? We zijn suppliers van heel wat veiligheidsartikelen. Mm-hmm. We moeten ook denken aan de gezondheid van de mens, de veiligheid op de werkvloer. Ja. Daarin zijn we een beetje volledig geoutilleerd. Daarnaast zijn er ook technische zaken zoals lasselektroden. Mm. Alle soorten lasselektroden die er bestaan, daarin voorzien wij, supplyen wij. Okay. Gassoorten. Kijk, meneer Ramotar gaat lekker reclame maken voor Iromar. Maar ik ben continu bezig. Maar in ieder geval, uw bedrijf heeft ook te maken met gezondheid. Want als het veiligheid is op de werkvloer, dan zijn de mensen ook gezond. Uiteraard. Ja, toch? Geweldig. En u heeft het onderwijs helemaal verlaten? Ja, helemaal. Zo, mist u het? Nou, niet direct. Want ik krijg mijn oud-leerlingen en collega's krijg ik wel over de werkvloer. Oh, okay. En dat houdt je een beetje bij. Je praat over van vroeger hoe het was, dit en dat. Dus je ziet dat je wat toch hebt betekend voor de mensen in de samenleving. Blij. Ja, je hebt gezorgd voor een qua opvoeding, uh-huh, qua opleiding. Precies. En dat doet je goed als je ziet dat die mensen wat zijn geworden in de maatschappij. Als ex-Telezuur. Nee, je bent eigenlijk nog Telezuur. Ja, we zijn een familie. Hè? We blijven familie, inderdaad. Ja. Ja. Nee, ik wilde ook niet, geen reclame maken voor mezelf. Aha. Maar op zich, ja, na de Telezuur heb ik dus een klein bedrijf. Ik ben het natuurlijk, het is een eenmansbedrijf. Aha. Natuurlijk met mijn collega, medewerkers. Oké. Okay. Ik ben installateur bij IBS. Zo. Maar dat is dan niet full speed, want je hebt andere hobby's. Je bent ook sociaal bezig en dat soort zaken. En bij Telezuur, u heeft ervoor gezorgd dat die zenders nog geïnstalleerd worden. Vertel! Nee, we waren belast met inderdaad onderhoud, installaties van de zenders voor ATV. Mm-hmm. Dat is het. Dus en we hebben u zelfs heeft ook eraan gewerkt dat de mensen in het binnenland en zo nu van ATV kunnen genieten? Onder andere, ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk zo dat tegenwoordig de zaken vernieuwd worden, mm-hmm, digitaal en zo. Mm-hmm. Maar we waren aan het begin en ook voordat het gedigitaliseerd werd allemaal. Hebben ook daaraan gewerkt. Oh, en ik was ook bij het opleidingscentrum. Oh, okay. En daar hebben we dus de onderzoeken gepleegd en
gewerkt aan ontwikkeling van zaken. Ja. Kijkers, dus u hoort het, u moet blij zijn met meneer Sangali, want dankzij hem kunt u nu ook genieten van ATV. Nou, en dan op 30 november een Health Awareness Month activiteit. Ja, want ik heb begrepen dat november uitgeroepen is tot eigenlijk de gezondheidsmaand. Maand, ja. En de Lions Clubs, is het een joint ding? Oh, in dit geval is het een joint project die we met elkaar hebben. We hebben dus twee keer iets met elkaar samengewerkt, maar dit keer pakken we het groots aan en het is ook wat in de omgeving Quetta gehouden. En het, je weet, is het gebied daar, Quetta, het vierde rijweg, derde rijweg, dat is een beetje dicht bevolkt. En je weet dat waar veel mensen zijn, dan kunnen we dus daar meer impact hebben. Vooral als we het een beetje groter aanpakken. Ja. Dus voor de duidelijkheid, het is een joint awareness project van Lions Club Parwani en Lions Club Paramaribo Central. Ja. Oké, meneer Ramota, wat kunnen de mensen verwachten zaterdag 30 november? Zaterdag 30 november, er is heel wat op het programma. We starten eigenlijk, alles draait om de oogbus. De oogbus, dat is centraal. Okay. En voordat de mensen de oogbus gaan bezoeken, hebben wij de Nierdialyse Stichting daar. En die gaat dan onderzoek plegen voor bloed, suiker. Ja, suiker, bloedsuikergehalte, metingen, gewicht, BMI, alles wordt daar bepaald. Ja. En ook een oog voor de oogmeting. En daarna worden ze verwezen naar de oogbus. Ze moeten wel nuchter komen, omdat voor je suikermeting moet je toch nuchter zijn. En vanuit de oogbus, de metingen, gaan ze naar andere actoren die daar aanwezig gaan zijn. We hebben We hebben bijvoorbeeld het Nierdialyse, het Nierdialyse Centrum van Suriname, dus Nationaal Dialyse Centrum. Die gaat met een heel groot team daar zijn. En dus wat nierzaken betreft, een voorlichting daarover en andere metingen worden daar verricht. Ja. En dan wordt ook voorlichting gegeven van hoe er gedialyseerd wordt, zodat de mensen weten van luister nou, dat gebeurt met me als ik dus niet oplet en weet u dus dat word gedialyseerd. Het is niet dat het afschrikwekkend moet zijn, dat het is het niet. Het gaat erom, hoe verleng je leven, hè? Ja. Dus de awareness voor de mensen daar in de omgeving. Ja. We hebben Quetta gekozen omdat wij afgelopen jaren corona hebben aangedaan, Saramaka hebben al aangedaan. Okay. En de vraag is er wel uit de gemeenschap voor zulke activiteiten. Dus de mensen participeren echt? Ja, en we hebben een groter gebied dit keer genomen. Quetta en omgeving, Leidingen erbij betrokken, tot en met de vijfde rijweg. We willen bij deze al die mensen oproepen. Oproepen dat u ze gevolg geeft aan onze Helddag, Helddag, op 30 november. En alles is gratis. Okay. De adviezen zijn er. Er zijn instanties aanwezig die u gaat adviseren over totale gezondheidszorg. Dus al die organisaties die dat doen het geheel vrijblijvend? Vrijblijvend, ja. Okay, wat er ook gaat gebeuren, u hoeft niet bang te zijn dat er iets met u gaat gebeuren. Want de veiligheid is ook gegarandeerd. De politie zal aanwezig zijn. Er is ook brandweer daar. Ze gaan ook nog zelfs demonstraties doen. Okay. Ja, en er zal ook een medical air services bijvoorbeeld is er daar, toch? Laat me even piepen. We gaan ook bomen planten. Zo. De trombose dienst is ook daar om informatie over kanker en dat soort dingen. SKV voorlichting over prostaatkanker. Pinkribben is er ook, Mama Centrum, dus baarmoederhalskanker. Dat soort allerlei, dus eigenlijk bijna elke discipline wat betreft gezondheid. Precies. Ja. En eigenlijk, ik hoor u praten over ziektes die de laatste tijd eigenlijk bijna doodsoorzaak nummer 1 zijn. Precies, juist. Dus u wil een beetje preventief bezig zijn. Preventief, ja, natuurlijk. Dus bij deze willen we de mensen eigenlijk een beetje minded maken. Let op je gezondheid. Het is heel, heel belangrijk dat je op je gezondheid let. Ja. En je moet alleen maar een paar minuutjes van je dag uittrekken. Ja, in de rush van de dag vergeet je eigenlijk dat gezondheid ook heel belangrijk is. Want een gezond mens, dat betekent heel veel. Ja. Want al die dingen die je wil ontplooien, als je niet gezond bent, kan je het niet doen. Dus het is goed, let op je gezondheid en daarna die andere activiteiten. En zelfs
Wordt voorlichting gegeven over mental health. Mm. Dus hoe je op je mentale manier, spirituele manier, jezelf gezond kan houden. Ook nog traditionele Chinese methode van genezing. Ja, dat soort zaken. Ja. Een speciaal iemand daarvoor eigenlijk. Oké, acupunctuur. Acupunctuur en alles, die gaat erbij onder zijn. Andere, hoor. Met voorlichting en hoe het behandeld kan worden. Maar u heeft het over dus Quatta-leiding, de mensen van Paramaribo. Natuurlijk zijn ze, iedereen is welkom. Heel Suriname nodigen we bij deze uit om aanwezig te zijn. Maakt u het een beetje tijd vrij. Yes. Ja, als u in de buurt bent, we zijn vanaf 7 uur daar aanwezig. Mm. 7 tot 1 uur zijn we bezig met het onderzoek en alles. Er is ook voorlichting voor diabetes, voor de kankerstichting, voor de oogmeting. Er gaat dan ook een oog... optiek aanwezig zijn. Oh. Ja, opticien, ja. RGD-dienst is ook aanwezig met hun voorlichting, wat de RGD allemaal doet. En de artsen zijn erbij om je te begeleiden. Mm. Ja, dus informatie over je gezondheid. Helemaal. Algemeen. Ja. En dat allemaal in het kader van de Health Awareness Month. Ja. En dat is november. Ja. Nou, we krijgen dus de hele maand de gelegenheid om heel goed om te gaan met onze gezondheid. Ja. Want en natuurlijk, dus dan 30 november... focussen we daarop en ik roep toch een ieder toch die informatie wil hebben over hun gezondheid of zichzelf een beetje toch meer aware wil hebben van wat gebeurt er, wat is deze ziekte, wat houdt het in, mogen ze komen. Ja. Sommige mensen leggen zichzelf een drempel op hoor, ze willen volgens mij niet weten. Als ze iets voelen denken ze, mijn god, dadelijk als ik ga, wordt het erg. Daarom maar dat hoeft niet hè. Daar hebben we gemeend eigenlijk om onze scholencomplex ter beschikking te stellen. Okay. Het scholencomplex van Lions Club Parwani is geheel ter beschikking. Mm-hmm. En ik denk dat het een beetje laagdrempelig is. Het is een schoolterrein. Okay. Okay. Dus via de schoolkinderen willen wij ook de ouders bereiken. De mensen om hen heen. Weet je, en de markt willen we ook aandoen. Daar gaan we met flyers rondlopen. Om hen ook een beetje minder te maken. Mensen, geef een uurtje, maak een uurtje vrij. Ja. Komt u even langs. Absoluut. Het gaat ten goede van uzelf. Helemaal. De mensen van leiding en omgeving. Dus alle actoren, alle mensen die daar in de omgeving wonen, proberen we zoveel mogelijk te bereiken. Geweldig. Ja. Nou, heren, mag ik u dan heel veel succes toewensen? Het gaat hard, hè? Ja. Maar we zijn blij met de Lions Club, want we zijn blij dat ze dit soort activiteiten hebben. Dit gaat nu om gezondheid, maar we weten wanneer het gaat om Lions, is altijd voor de gemeenschap. Natuurlijk. Hè? Misschien is het... Ik weet dat ze het mogen, maar misschien is het goed als we aangeven waarmee we bezig zijn. Oké, kort. We zijn bijvoorbeeld, internationaal zijn we de grootste serviceclub. Oh. We hebben circa 1,5 miljoen leden. Oh, oké. Okay. Ja. Wereldwijd. En ongeveer 50.000 clubs. Clubs. En Leo clubs ook, dat zijn de jongere Lions. Ja, en ook nog focussen wij op vooral 5 van onze punten. En dat is dus oog, dus de eye, de sight. Mm-hmm. En dan heb je de environment. Ja, ja. Milieu. Ja, milieu. Mm-hmm. Heb je bijvoorbeeld ook nog de kind, de youth en youth cancer, ja, dat is environment everywhere. Dus we hebben sight, environment, youth. Ja. Kijken jullie ook naar de elderly? Natuurlijk, dat zit erbij. Dat zit erbij. Oké. In elk geval, er zijn een aantal punten waarop we focussen, jaarlijks. Maar natuurlijk hebben we ook nog de LCIF. Mm-hmm. De LCIF, dat is een speciaal fund. De Lions Community International Fund, dat is de LCIF, dat is dus waar gelden naartoe worden gecanaliseerd. Yeah. En van daaruit worden dus grants gegeven voor projecten. Ook nog wanneer er rampen zich voordoen, dan worden ze ook beroepen daar. Want ik weet dat de Lions ook let op education, hè? Dat is ook heel belangrijk. Heel belangrijk, dat doen we ook. En we hebben laatst dus eigenlijk meegedaan aan de tekenwedstrijd. En daar hebben we ook ondersteuning gegeven. Yeah. En Suriname is, of de Lions Club van Suriname is toch ook in de prijzen gevallen. Ja. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Nou, heel erg bedankt voor uw
komst naar de studio die deze informatie met ons wilde delen. Mm-hmm. En we zullen er zeker ook bij zijn. Hè? Graag. Ja, natuurlijk. Ja, dank u wel. Hier worden al de pers wordt uitgenodigd. Ja, zeker, ja. En we zijn er zeker bij. Ja, nou, en ze zeggen op hun folder, kom met het hele gezin en mis het niet. Ja. Dus kijkers, u heeft het gehoord. Zaterdag 30 november zijn we met z'n allen. Daar vierde rijweg en omgeving, dat is Milo Quatta, Parwanilaan nummer 18. Daar wordt dus de Held Day georganiseerd door deze twee Lions Clubs, Lions Club Parwani en Lions Club Paramaribo Central. U gaat er naartoe, want het is goed om preventief bezig te zijn, maar we moeten met z'n allen gezond zijn. Dus als we deze informatie kunnen krijgen, moeten we dat vooral gaan halen. Maar u gaat niet weg. Sifra Goudland is er zo meteen met een tweede onderwerp, want zij praat met mevrouw Van Russel over haar Kotte Museum.